Een van de middelen die Teresa van Avila ons geeft om te volharden in het gebed, is het mondgebed. Teresa zelf bad het Onze Vader. Maar ze zegt, door enkel het woord Onze Vader te bidden, was ik al ingekeerd. Wel, Teresa gebruikt hier een gebedsmethode die gekend is in alle gebedstradities. Het is het gebed van het rustige, liefdevolle en aandachtige herhaling van het éénwoordgebed of het heiligwoordgebed. Het éénwoordgebed is een middel dat ons kan helpen om de aandacht voor de Heer te ondersteunen. In ons gebed ondervinden wij dat we na enkele minuten al verstrooid zijn. Dat onze aandacht naar alle kanten uitwaait. Het zich gedragen weten door God, de liefdevolle aandacht, wordt vlug aangevreten door duizenderlei gedachten. Als lastige muggen zwermen ze allemaal door ons hoofd. Het is om er gek van te worden, zegt moeder Teresa. Ze had trouwens ook een heel sterke verbeelding. Wel, in plaats van te vechten tegen al deze gedachten, kunnen we telkens eenvoudig en rustig terugkeren naar dat ene woord of een korte zin om weer onze liefdevolle aandacht te richten op de aanwezigheid van God die leeft, woont, bemint in ons hart. Dus we knopen telkens weer aan bij dat liefdevol aanwezig zijn. Want God is nooit verstrooid. God blijft zijn liefdevolle aandacht op ons richten en hij wacht. De Amerikaanse trappist Thomas Keating heeft een methode uitgewerkt die ons kan helpen om onze gedachten tot rust te brengen en ons zo open te stellen voor God. Het uitgangspunt is het gelovig vertrouwen dat God in ons diepste innerlijk aanwezig is en ons altijd tot een diepere eenheid wil brengen. Ook John Mean, stichter van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie, zegt dat wanneer we het gebedswoord in ons bewustzijn laten wortelen, het een sleutel wordt die de deur van de geheime kamer van het hart weer opent. In het begin, zegt ook moeder Teresa, vraagt het een inspanning. We moeten ermee vertrouwd geraken. Maar naarmate wij het woord laten opklinken en daarnaar luisteren, gaan we ons hart binnen en verblijven we in de tegenwoordigheid van de Heer. Kortom, zegt John Mean, die herhaling heeft tot doel je op een vriendelijke manier af te brengen van je eigen gedachten, je eigen opvattingen, je eigen verlangens, je eigen tekortkomingen, om je telkens opnieuw in de aanwezigheid van de Heer te brengen. In het Frans zou men zeggen, recoller en Dieu. Telkens opnieuw terugstromen in God. Ik wil eindigen met een tekst die verschenen is uit het pas verschenen boek van Gabriel Kwieke, De taal van het hart. Hij schrijft, het zoeken naar een eigen ritme om je gebedswoord te herhalen vraagt tijd en inspanning. Maar geleidelijk aan zal het gebedswoord van het hoofd naar het hart afdalen. Het zal spontaan opwellen vanuit de diepte en ons hart steeds meer openen om de vrede van God te ontvangen. Als we trouw blijven aan éénzelfde woord, kan het gebedswoord zich inwortelen in ons hart. Na een tijdje zal het ook tijdens onze dagelijkse bezigheden spontaan opwellen, zodat ons hele leven één gebed zal worden.